Hi, welkom bij een nieuwe video en welkom terug als je niet nieuw bent en welkom als je nieuw bent. Ik vergeet iedere keer de volgorde. Ik heb wat nieuwe dingetjes van de Kruidvat en die zijn niet nieuw in het assortiment, maar nieuw voor mij. Omdat ik die tot nu toe nooit eerder heb gevonden. Dus toen dacht ik, nou dan doen we alles van de Kruidvat. Dus ik gebruik deze concealer. Die hebben jullie allemaal al een keer gezien. Dus met zo'n poefie. Ik denk dat ik een beetje aan het einde van deze concealer ben. Ik vind het een hele fijne concealer op een of andere manier. Hij blendt heel mooi in mijn huid. En dan natuurlijk de... Jeetje, echt. Stay With Me Foundation. Ik heb de kleur 012. En hoe slecht alle andere spullen van Kruidvat ook waren, deze zijn echt prima. En ik weet dat er ook YouTubers zijn die dit ook bagger vinden. Maar weet je, iedereen zijn eigen mening. Toch? Ik heb de Halo Glow Filter van Elf eronder gedaan. Om iets meer glow aan de foundation te geven. Ik heb natuurlijk een hele droge huid. Echt, echt heel droog. En dan kun je net iets... Dan slaat hij bij mij een beetje mat uit. Nu vind ik dat niet erg. Maar ik had gewoon zin in wat glow. En ik heb geen primers of iets van de Action, van de Kruidvat. Ik wil altijd iets meer dekking op het puntje van mijn neus, want dat is altijd nogal rood bij mij. Zo. Even mijn hand schoonmaken. Oké, de basis. Dit is de basis. Wat ze bij mijn Kruidvat echt nooit hebben, is de Flawless Finish 4-in-1 powder. Nooit. Nooit. Ik heb nog steeds ook de finishing spray van Kruidvat niet gevonden. Maar ik was met Dennis in een winkelcentrum, een heel klein winkelcentrum in Horen. En daar hadden ze hem wel. Dus dan heb ik hem gelijk meegenomen. En het is een hele dunne poeder. Daar kun je een mening over hebben. Ik vind het niet erg. Oké. Oké. Ja, het blurt. Het matteert. Het blurt hier. Want ik had hier niks op gedaan. En die poriën zijn nu weg. Het matteert. Het zet goed. Ja, het ruikt een beetje talkerig.
De mensen vragen zich nu af, waarom doe je dan een glowy product eronder als je het nu toch afpoedert? Als ik straks... Dit doe ik omdat ik niet van dat plakkerige gevoel hou. Hij laat geen witte waas achter. Oké. Korstjes van mijn scheurwondje laten los. Hebben jullie ook zoveel oogprut? Oké, kruidvat. Dit vind ik geen slechte poeder. Het zit overal. Even met een vochtig doekje. Even. Het is heel dun. Het vervliegt, zeg maar. Het gaat stuiven. Maar als ik zo kijk... Het blurt, ja, het zet, ja, het laat geen witte waas achter. Ja, wat wil je nog meer? Vraag je af. Ik doe een beetje... nee, dat doe ik zo meteen. Ik had van de kruidvat... Even alles weer dicht doen. De Sunny Side Up bronzer geprobeerd. En die vond ik te oranje. Maar nu zag ik deze. Dit is de Glow Bronzing Powder, de Sunny Side Up. Maar dit is de kleur 030 Golden Tan. En die zag er veel beter uit en veel minder oranje. Zie je dat? Dus ik dacht, die gaan we proberen. Kijk nou. Dit is toch een ideale... Ja, ik zou dit een coole toon noemen. Of in ieder geval neutraal. Het is natuurlijk niet echt een roze highlighter. Of het is geen highlighter. Bronzer. Maar hoewel ik dan de neiging heb om overal de lichtste van te nemen. Omdat ik natuurlijk een extreem lichte huid heb. Blijkt dat een donkerdere kleur eigenlijk prima past. Ik had geen nieuwe blush, dus ik ga mijn oude Velvet Glow blush gebruiken. In peach is dit volgens mij. Mooie blush hoor. Het is hit en miss hè, bij de kruidvat. Soms. Even. De foundation van mijn lip afhalen. Ik heb ook geen lippotlood. Dus ik gebruik de een. Zal ik een goedkope merk gebruiken? Wat is dit? Maybelline.
Ik neem er een van niks. Oh, ik wil gewoon eigenlijk. Dus ook Kiko. Even zoeken hoor. Ja. Ik neem deze plumping van lippen van Catrice in de kleur 010 Understated Chic. Omdat mijn bovenlip zeg maar breder is zo dan mijn onderlip, doe ik het niet meer tot aan de hoekjes. Want dan accentueer je zo dit. En dat, ik heb het al heel erg. Ik kleur het een beetje in, want ik ga mijn bril weer opdoen. Echt irritant is dit, hè? Ik heb de Shimmer Swirl Lip Gloss met hyaluronsuur en vitamine C. En ik heb de kleur... Dat staat er niet op. Dat vind ik zo vervelend. Nou, je krijgt 7 milliliter. Dat staat er dan wel op. Nou. Deze. Hartstikke leuk. Als je erin gaat zo, is niet gelijk die swirl weg. Het is geen lipgloss. Dit is met recht een balm. Maar mooi. Hij voelt niet plakkerig. Hij voelt wel heel dik. Heel mooi natuurlijk. Oké, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik deze al een keer gedragen heb. Dat is natuurlijk met alle producten zo, hè. Een klein beetje bronzer in de, op de ogen doen. Deze heeft bij mij... Nou, ik denk dat ik na een aantal kop koffie en na lunch... Sorry, toen ging ik met Wes rond. Ik ging hem wegbrengen, geloof ik. Naar de trein. Ik denk dat hij zeker na 4 uur voelde ik nog het laagje zitten. Dat vond ik echt... ik vond dat... indrukwekkend voor een kruidvat lipgloss. Dit is geen lipgloss. Dit is een lipbalm. Maar heel fijn. Mooie subtiele kleur. Ja. Ik vind het fijn product. Ik vind het fijne producten deze van de kruidvat. Die poeder ben ik echt ontzettend... Die brons is de goede kleur. Die wist ik al dat ik het... Nou ja, goed. Ik vond die andere kleur gewoon niet mooi. De concealer en de foundation, dat wist ik al. Die heb ik al eerder getest en dat is gewoon prima. Maar de poeder vind ik echt heel mooi en die blurt ook echt. Ja. Yeah. Deze bronzer kleur vind ik gewoon heel mooi. En ik vind deze lipbalm is het. Heel fijn. Het voelt niet, het voelt dikker, maar het voelt niet zwaar op je lippen. Begrijp je wat ik bedoel?
dat was hem. Ik ga mijn make-up afmaken en dan ga ik lekker naar beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende. Bedankt voor het kijken. Doei!